Dit is nu mijn vierde huis. Allemaal verbouwd en gedaan. Want alleen dat voorstuk stond er. Tot die muur. Ja. En de rest heb ik allemaal aangebouwd. Echt waar? In dezelfde stijl als dat voorstuk. Want dat is een monument daarvoor. Dat laat ik jullie straks wel allemaal even zien. Is dat bijvoorbeeld ook je niet omringen, dus weer de situatie creëren om het best te hebben. Je niet omringen met mensen die je naar beneden halen of mensen die je slechte energie geven, dat je die buiten houdt? Ja, ik heb een bloedhekel aan mensen met slechte energie. En die zijn er veel hoor. Ja, er zijn mensen die houden ervan. Mensen die vinden het lekker om te klagen. Ik kan me ook niet voorstellen, maar die... Nou, ik las laatst, dat is heel mooi. Er is een man 3 maanden bezig geweest om 3 weken niet te klagen. Dat was een zwaar job, joh. Die heeft 3 weken niet geklaagd. Wij Nederlanders zeuren altijd, klagen. Dan zijn we in Londen en hebben het helemaal gezellig. En dan staan er 2 of 3, ik vind Parijs toch leuker en dit en dat. Dan denk ik, oh, we zijn nu in Londen, laten we nu 100... Ik ben in Londen. En dan roep ik ook, waar ik ben is het leuk. Ja, je kan een paar tegeltjes ophangen hier. Dat, ja. Ja, maar ik probeer ook altijd dat zeur uit Nederland te krijgen. Ik heb nog wel een ander ding. Bijvoorbeeld, de Amsterdammers willen niet in Lelystad en... Lelystad en... Almere. Huh? Almere? Almere wonen. Daar heb ik een heel goed idee voor. Nieuw-Amsterdam. Alles Nieuw-Amsterdam noemen. Daar is het hele gezeik over. Moet je maar... Ben je wel eens in Almere geweest? Ja. Heb je gezien hoe mooie architectuur daar staat? Verschillende, ja. Prachtig, grote architectuur. Rem Koolhaas heeft er zo. Het is net als Rotterdam, er kan daar veel. Ja. Ja. En ik heb er ook veel gebouwd. Het is echt prachtig, maar het is Almere. Je moet gewoon Nieuw-Amsterdam heen. Het is het hele gezeik over. Ja, het is toch het wereldje waar ze in zitten. Die dat zijn dingen die ik nog wel eens wil proberen voor elkaar. Zou je er zelf ook kunnen wonen? Huh? Zou je er zelf ook kunnen wonen, Almere? Nou ja, waarom? Ik heb toch een lekker huis. Nee, maar... dat vroeg me dan af, omdat je het zegt Nieuw-Amsterdam. Nou, als het gewoon Nieuw-Amsterdam heet, wel. Maar als het Almere heet niet? Nee. Oké. Want er is geen goede beweging tussen Almere, Lelystad en die. Lelystad heeft ook een mooi vliegveldje. En misschien zelfs Zandvoort erbij. Nieuw-Amsterdam, dat zou dé oplossing zijn. Als je nu... Waar woon jij? In Rotterdam. Leuke stad, hè? Ja. Veel gebouwd heb ik er. Ik moet voor mijn werk continu naar Amsterdam. En ik doe het ook. Maar ik vind het altijd lekker om... los van het... Weet je wat ik gebouwd heb? De Red Apple. In Rotterdam? Ja. Je weet dat gebouw met die schuine gevel? Ja. Daarachter, dat is de oude haven. Ja, het Westerleijengebouw. Daar staat een rood gebouw, heel groot. Daar zit het houten meubileringscollege. En dat heet de Red Apple. En dat heb ik daar gebouwd. Er zit zo'n staaf doorheen in de hoek. En, ja, en wat zo mooi was, ik zat bij de Welstand, er zitten heel veel mensen. En ik zei, ja, dat gebouw wordt rood. En toen riepen die Welstand, ja, maar meneer de Bouffier, waarom wordt het nou niet wit? Ik zeg, als het wit was, dan hadden jullie gezegd, waarom maak ik het niet rood? Maar het is een heel mooi rood gebouw, ken je het? Nou, volgens mij, ik weet niet of het over hetzelfde gebouw, maar ik appartementen heb... zitten erin en... echt een prachtig gebouw. Samen met de architect heb ik dat gedaan. In Deventer. Die hebben daar echt een hele afdeling voor me gebouwd. Er zitten 400 leerlingen op. En ik doe de intake vaak met de ouders en die kinderen. En, ja, het is geweldig om te doen. We kunnen alles niet meer opnemen. Zo groot is het. En dan laat ik bijvoorbeeld een... Ze mogen het eerste jaar alleen maar tekenen en niet op die kutcomputers. Ja, ja. He, dan hebben ze een ideetje. Als je een idee hebt, dan moet je dat idee meteen op papier kunnen zetten. Nou, dat vonden ze natuurlijk verschrikkelijk.
Maar ze zijn me er allemaal dankbaar voor. Het eerste jaar alleen, hè. En dat noeste arbeid. De noeste arbeid. Nee, maar je hebt een idee. En als je dan de computer moet aanzetten en lijntjes trekken en dit en dat. Nee, gewoon je pennetje pakken. En dit bijvoorbeeld, dat had ik vannacht. De maan. Dus toch weer dat je een idee hebt en dat je dat erbij pakt. Kijk, die maan heeft een gezicht. Moet je maar eens kijken. Als je de maan vol hebt, heeft hij een soort gezichtje. En dan straalt dat en dan was daar de zee. En dan gaat het licht over dat water heen. Nou, dat leg ik dan even vast. Ja. De maan. Heb jij het gezicht wel eens gezien in de maan? Ja, nou, ik weet wat je bedoelt. Ja, ja, een beetje een o gezicht. Ja, ja, een beetje schuin zo. Ja. Ja. Dus ik zie alles altijd heel scherp. Dat bloedvervelend. Dan denkt een ander misschien, ja, je kan er ook een foto van maken, heb je het ook? Nee, want dit is veel leuker. Ja. Je iets ging laten tekenen, terwijl je eigenlijk op dat moment een gevangene was. Maar die viel toch uit haar rol. Nee, ik kwam binnen. Wat was daar misschien het verhaal van? Ik kwam binnen. Het was een lesbische vrouw. Als je maar niet denkt dat ik jou andere behandeling geef. Zo. Want ja, Jan op een vlieg kwam binnen. En ik zei dan, maar dat hoeft toch ook helemaal niet. Vraag toch niet om. En toen midden in de nacht ging mijn deur open. Had ze een doosje sigaren gekocht en sigaretten. Toen hebben we samen buiten staan roken. En toen heeft ze de hele levensverhaal aan me verteld. En allemaal handtekeningen voor andere personeelsleden. Het ligt maar hoe je met mensen omgaat. Hè. Als ik nou meteen zeg, daar je wijf zo er niet erop. Nee, maar dat zei maar je hoeft me ook allemaal helemaal niet anders te doen. Maar ze, hey, hij is toch wel aardig. Maar vond je dat geen... Als je erop terugkijkt, geen bizarre situatie dat een agent bij jou de levensverhaal komt te stellen. In zo'n setting. Nee, maar dat roep ik op een of andere manier. Want ze gaat in principe haar boekje te buiten. Ze hoort het niet te doen op zo'n moment. Nou, ik was wel onder de indruk van die vrouw, hoor, wat ze allemaal had meegemaakt. Ja, ik vond het juist wel heel fijn dat het begon verkeerd, maar doordat ik goed reageerde, stond ik toch lekker buiten sigaartje te roken met haar. Ja. Er is nog een staartje. Ik werd dus nadat ik opgepakt was, een paar weken later door de hoofdinspecteur van de FIOD gebeld. Of ik even langs wilde komen, ik mocht mijn advocaat meenemen. Hart in je keel? Hmm? Hart in je keel? Want wat is er nu toch weer aan de hand? Wat? Zit je hart meteen in je keel? Nee, helemaal. Nee? Dus wij gingen daar naartoe, dat was in Den Haag, ergens heel moeilijk te vinden waar hij zat, ergens heel hoog. En toen zei hij, meneer Debbelvrie, vertelt u uw verhaaltje eens. En dan vertel ik ook mijn verhaal. Ik zei, nou ja, ik heb niet zoveel te vertellen, u heeft me opgepakt. En toen zei hij, nou, het is namelijk zo. Wij pakken per jaar 5 bekende Nederlanders. Om een voorbeeld te stellen dat jullie ook de klos kunnen zijn. Harry Mens, Cor Zadelhoff, allemaal bekende Nederlanders die 1 keer in de bak hebben gezeten. Gewoon om, ik zeg tegen mijn advocaat, nu hebben we hem, hè. We gaan koffie drinken beneden en we pakken hem aan. Jan. Begin er niet aan, want dat verlies je altijd. Daar is niet tegen te vechten. 100 mensen pakken ze op, de FIOD, per jaar. En 5 bekende Nederlanders. Voorbeeld. Ja, maar die moeten dan wel echt wel ergens van verdacht worden. Ah joh, je kan hem een kop koffie al opgepakt. Ja? Misschien. Dat blijft altijd in je lijf. Zit er niet zo'n 5-jarige cyclus in dan? Ze moet om de 4-5 maanden onder controle. Prins Bernhard heeft het ook. Monique heeft hem heel erg begeleid met haar goede arts. En dat blijft altijd in je lijf. Moet altijd om de 5 maanden controle. En ik vind dat Monique dat haastige wat ze heeft, daarna pas gekregen heeft. Pluk de dag. Alsof er nog maar 1 dag is, weet je. Ja. Want ze roept dat ze dat altijd had, dat was niet zo. Hé, heb je al dag gezegd?
Dat is een boefje, joh. Nee. Dat is onze dochter. Nee, maar dat hoor je toch heel vaak? Dat je dicht tegen een randje aan zit en dan van de kleine dingen gaat genieten. Ja. Waar merk je dat dan nog meer aan bij haar? Los van het feit dat ze heel druk en energiek is. Nou ja, die haast altijd. Toch dat? Hè? Toch dat? Altijd haast. Ja, lang. Zeker. 15 jaar geleden. Ja. En, maar ook dat is weer helemaal goed gegaan. Ik moest er chemokuren en al die dingen hebben. En, nou, mijn laatste scans en mijn PSA was enorm naar beneden. Dus ik ben weer helemaal gezond. Ja, terwijl ik nu las, chemokuren, daar ben jij een beetje van afgestapt. Je bent er een beetje allergisch voor geworden. Ik wil helemaal geen chemo. Nee, precies dat. Zwaardeloos. Ik had de mazzel dat ik bij mijn arts kwam en zei, Jan, je bent zoveel beter met je PSA, dat is helemaal naar beneden. En je krijgt nu nog één kuurtje van 5 dagen en dat heet gamma. Ik zei, nou, dat haal ik zelf wel daar, want er komt werk voor. Ja. En, ik ben nu helemaal gezond. Maar die bijeffecten vind je gewoon verschrikkelijk. Ja, maar ik ben echt gezond nu. Ja. En dan komen er mensen naar je toe, privé story, bellen van, ik hoor dat jij zo ziek bent. Oh, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik die verhalen ook hoor. Ik ben bij een aantal galeries geweest, presentaties, en daar gaat het rond, ook als je er niet bij bent. Heeft men het daarover van Jan is zo ziek? Ja. De laatste keer een maand geleden nog. Ja, maar waarom gaat dat zo rond? Nou ja, het heeft op story gestaan. Nee, dat is daarvoor al. Hoor ik het ook. Nou ja, toen was ik ook niet zo goed, hè. Het is pas de laatste tijd dat ik nu weer helemaal goed ben. Maar dan komt er iemand naar me toe. Jan, ik hoor dat jij zo ziek bent. Ik zeg, nou, dat is ook toevallig. Ik hoor dat jij ook zo ziek bent. Dan moet even dat gezeik af. Ja. Maar dat blijft hangen. Dus je kunt echt zeggen dat wat je ook had, hè, die waardes, die zo omhoog waren, dat is weer naar beneden en je bent weer gezond. Ik ben gewoon gezond. Ja. En dat zeg ik niet zomaar, maar daar ben ik heel blij mee. Ja. En ik hou het ook bij, hè. Ik laat me steeds controleren. En ik heb een pacemaker, die had ik al moeten hebben toen ik 3 was. Ik heb nooit meer deze. Hebben jullie daar wel eens last van? Nee, gelukkig niet. Hyperventilatie is het ergste wat er is. Toen hebben ze me een pacemaker gegeven. Dat is fantastisch, nooit meer hyper gehad. En ook dat laat ik steeds controleren. Ja. En dan zeggen ze, goh, in mei, die en die datum, was hij onrustig. Nou, dan kijk ik in mijn agenda, had ik een personeelsvergadering. Was hij weer op orde. Men is nogal met je bezig, ze houden het bij, blijkbaar. Ja, maar je moet het ook bijhouden. En is daardoor ook de angst dat er wat gebeurt minder, omdat je het zo strikt bijhoudt? Ja, denk het wel. Ja? Of de angst dat het terugkomt, dat is allemaal... Nee, maar je moet gewoon zorgen dat je op mijn leeftijd, wil je lekker oud worden... Je moet het allemaal heel goed bijhouden. Ja, dus die hyperventilatie was verschrikkelijk. Ze zaten we lekker te eten bij Van Dam en dan begon het weer. Nee, laat ik het zo zeggen, ik heb het nu allemaal onder controle. Zijn de lege doosjes? Die bewaar ik allemaal en ik maak schetsjes op. En deze worden beplakt door jouw medewerkers? Ja, door de secretaresse. Ja. Kijk, deze is allemaal leeg. Dat hele stapeltje, en dat teken ik nu, want ik blijf nog een week hier. Hè. En dat gisteravond was zo mooi, het was volle maan. En dat licht ging daarheen en ook over het water. En dan heb ik de maan getekend. Kun jij voor ons een schetsje maken van je gevoel van vandaag? Misschien is dat een mooie. En je doet dit dus elke dag, hè? Iedere dag, ja. Elke dag 1 schetsje? Ja, of 3 of 1 of 1 niet. Ja. Even denken, hoor. En dan weet je op het moment dat je begint altijd al wat het gaat worden? Ja. Dat staat wel vast.
staat hij daar weer met een camera. En dit was dat cameraatje wat jij had. Ja, ja, ja. Oh, op die manier, ja. En dit is zijn camera. Hecht je ook waarde aan je vaste pennen en je vaste potloodjes? Nou. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook. Ik verzamel nu bol. Deze heb ik voor mijn verjaardag gekregen, er zijn er 300 van. Het is een zilveren Dupont van Hermès. Eens kijken. Die heb ik van een vriend gekregen. Die gebruik je eigenlijk nooit waarschijnlijk. Nee. Dat is puur voor dat. Maar wat ik wel verzamel en heel erg mee bezig ben. Zat dit in. Dat is de laatste limited Dupont. En dat is van Monet. En dan heb ik daar ook bij. De aansteker. Oké, dat zijn pennen, aanstekers en sigarendoosjes. Daar komt het eigenlijk in. Ja. En dit. Dupont maakt ieder jaar een limited edition van een aansteker. Die is nieuw, die is nog niet gevuld. En de pen. Ja, ik zie ze ook bij elkaar. Ja. En daar hebben we een stuk of 30 van. Setjes. Dat heet niemand hoor. Maar je stalt ze niet uit. Huh? Je stalt ze niet uit. Nee. Ze liggen veilig opgeborgen. Nee, maar ieder jaar als er weer een nieuwe uitkomt, dan gebruik ik ze weer een jaar. Oké. En dan leg ik ze weer apart. Ja.